Hallo mensen van TGN Dutch, vandaag een nieuwe MW3 commentary van mij. En ik speel vandaag met de ACR Silenced. En als perks gebruik ik Sleight of Hand, Quick Draw en Marksman. En dat is weer hetzelfde als vorige week. En ik speel ook eigenlijk met niets anders. Mijn killstreaks zijn ook hetzelfde. De Predator, de Attack Helicopter en de AH-6 Overwatch. En die maken in deze gameplay veel kills. Ik had het geluk dat ze er niet uitgeschoten werden. Wat vaak wel gebeurt met deze killstreaks, Attack Helicopter en de AH-6 Overwatch. Vooral als je met deze killstreaks op Ground War speelt. Dan kunnen ze er echt gewoon na 2 seconden uitgeschoten worden. En ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus ik zal ze bij Ground War ook ze niet instellen. Dan zou ik eerder voor de AC-130 gaan. Die is wel 3 points hoger, maar dan heb je ook wat. Daar kun je echt super veel kills mee maken. Vooral in Ground War, dus dat is echt een aanrader. Bij het spelen van deze gameplay had ik eigenlijk het idee om flawless te gaan. En voor de mensen die niet weten wat flawless betekent. Flawless wil zeggen dat je niet doodgaat. Dus dat zou betekenen dat ik 30 om 0 zou gaan. Of ja, het hoeft niet meteen 30 om 0 te zijn. Maar gewoon dat je 0 keer dood bent gegaan. Daar gaat het eigenlijk om. En ik ging volgens mij ergens in de 20 point streak ging ik dood. En dat was wel jammer. Misschien dat ik ook nog voor een morp had kunnen gaan. Als mijn point streaks niet al meer dan 5 kills hadden gemaakt. Ja, ik denk het trouwens wel. Maar goed, maakt niet zo heel veel uit. Ik ga trouwens bij de 29 kills ga ik nog 2 keer dood volgens mij. Ik heb dat stukje ook echt doorgespoeld. Ik kon niemand vinden en ja, dat is best jammer. Je ziet me trouwens ook met een portable radar spelen. En normaal pak ik die echt heel vaak op en dan gooi ik hem iets verder neer en dan zie ik weer of er wat mensen staan. En dat is echt super handig. Je haalt er echt gewoon snel je killstreaks mee. En het voorkomt ook echt heel veel deaths, dus dat zal ik ook echt een keer uitproberen. Maar ik wilde nog even terugkomen op de video van vorige week. Ik heb jullie gevraagd welke console volgens jullie het beste is. Of ja, welke console eigenlijk het beste is om MW3 op te spelen. En de meeste mensen die kozen toch voor de PlayStation 3 of de Xbox 360. De PlayStation 3 volgens mij toch iets meer. Maar als het aan de controller ligt, dan was volgens mij de Xbox controller toch iets beter. Die lag iets fijner in de hand. En ja, bij de PlayStation 3 controller krijg je na langer spelen pijn aan je hand volgens sommigen. Ik heb er zelf echt bijna nooit last van ofzo. Maar het ging mij er meer omdat de Wii en de PC niet zo heel veel werden gekozen eigenlijk. De Wii volgens mij echt maar 2 keer. En de PC toch wel iets vaker, iets van 20 keer ofzo. Maar toch ook weer wat minder dan de PlayStation 3 en de Xbox. En dat had ik niet echt verwacht. Ik dacht dat de PC misschien net zo populair was. Maar misschien ligt dat gewoon aan MW3. Dat MW3 niet zo heel populair is op de PC. Maar dat vond ik zelf dus best verrassend. En ja, ik vond het echt leuk om die meningen te horen. Echt, iedereen had weer wat anders. Ja, de een die zei van de PC heeft betere graphics. Je kunt met de videokaart kun je wat dingen doen. En ja, sommigen die vonden de controllers weer fijn en zo. Dus dat vond ik zelf echt leuk om te lezen. En in deze commentary wil ik graag jullie mening horen over MW3. Want het spel is nu al 5 maanden uit, geloof ik. Of precies 4 maanden, zoiets. En ik denk dat het wel tijd is om te zeggen of dit spel nu geslaagd is of niet. En ik vind zelf het echt een leuk spel. Ik vind het beter dan Black Ops, de voorganger dus. Want Black Ops, daar had ik zelf echt vrij weinig mee. En ja, dit spel lijkt weer echt op MW2. MW2 was mijn eerste shooter die ik echt speelde op een console. En dat was voor mij ook echt heel nieuw. Dus ook, ik vond het echt meteen leuk. Maar ik denk dat ik MW2 toch wel een stuk beter vind dan MW3. Want ik vind persoonlijk dat ze MW3 iets te uitgebreid hebben gemaakt. Ik bedoel, ze hebben Specialist, Support en Assault. En dat maakt het spel ook weer, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar ik vind het gewoon fijn als ze een spel gewoon een beetje basic houden. Zoals Call of Duty 4, dat was ook echt een populair spel. En ik denk ook dat dat komt doordat het was gewoon niet ingewikkeld. Het was makkelijk te spelen. Het was niet echt dat de ene speler meer voordeel had dan de andere. En dat moet je dus ook echt hebben in een spel, vind ik zelf. Maar ja, dat is gewoon mijn mening. En laat jouw mening achter in de reactie. Wat vind jij de beste Call of Duty? Of wat vind jij van Modern Warfare 3? En als je dit nou een leuke commentary vond,
Doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog en ik zie jullie dan de volgende keer. Laters.